Steeds meer mensen wonen in de stad. In Nederland 80% en al meer dan de helft van de wereldbevolking. En de vraag is wat dat nou doet met mensen. Want er zijn aanwijzingen dat psychische problemen zoals depressie meer voorkomen in de stad. En ik wil begrijpen hoe dat komt en vooral hoe we die mensen het beste kunnen helpen met goede en toegankelijke zorg. Dat is nou net het lastige. De medische wetenschap heeft natuurlijk hele grote sprongen gemaakt de afgelopen jaren. Maar het behandelen van psychische aandoeningen blijft lastig. En dat terwijl angst en depressie toch steeds vaker voor lijkt te komen. En dat heeft voor een deel misschien wel te maken met dat we steeds meer in de stad zijn gaan wonen. Maar om daar echt achter te komen moet je het probleem van heel veel verschillende kanten bekijken. Het is heel complex. Als je in de stad loopt, dan zijn er heel veel dingen om je heen die van invloed kunnen zijn op hoe je je voelt. En daarom werk ik ook samen met wetenschappers uit allerlei verschillende velden in het Center for Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam. En samen proberen we alle puzzelstukjes bij elkaar te brengen om te snappen hoe wonen in de stad je geestelijke gezondheid beïnvloedt. Waarbij ik me dan specifiek richt op mensen die extra kwetsbaar zijn voor een depressie. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met sociale of economische ongelijkheid. Stel je woont in een flatgebouw naast de A10 hier in Amsterdam. Dan heb je last van de luchtvervuiling, je hebt last van het geluidsoverlast van de auto's. Misschien heb je het financieel niet heel breed en heb je daar stress over en is het lastig om weg te verhuizen. En misschien woon je ook wel in een buurt waar je 's avonds niet zo graag over straat gaat omdat je je onveilig voelt. Tot nu toe zijn er heel veel studies gedaan die al die factoren los van elkaar hebben bestudeerd. Maar wij denken juist dat het de combinatie van al die dingen is die belangrijk is om te bestuderen. Omdat je er dan ook echt achter komt waar in het hele complexe systeem in de stad je moet ingrijpen om psychische klachten te voorkomen of te verminderen. En misschien ook wel hoe je mensen beter kunt bereiken door bijvoorbeeld laagdrempelige behandelingen. Ik wil zeker weer de zorg in als psychiater. En wat het vak van psychiatrie zo mooi maakt, maar ook lastig, is dat je niet zomaar even een scan kan maken om erachter te komen wat er met iemand aan de hand is. Maar dat je je echt moet verdiepen in de patiënt die tegenover je zit. En door samen te praten en te observeren kom je er dan achter hoe je iemand kan helpen. En het mooie daarvan is dat dat ook in principe overal kan. Ik heb in Amsterdam bijvoorbeeld gewerkt bij een team waar we zorg leverden aan mensen die de weg naar de normale zorg niet weten te vinden. Bijvoorbeeld omdat ze op straat wonen of omdat ze heel veel sociale problemen hebben. En die mensen toch een effectieve behandeling aanbieden, al is het bij wijze van spreken op een bankje in het park, dat vond ik heel erg mooi. En dat is ook iets waar ik me echt voor wil inzetten. Effectieve en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg voor mensen die de weg naar de zorg niet zo makkelijk weten te vinden. En ik vind het ook heel belangrijk dat mijn onderzoek echt iets concreets oplevert voor de mensen waar het over gaat.